In tegenstelling tot berichten in de media worden nog steeds geen radiologische diensten verleend aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. Deze actie, die sedert 11 mei van kracht is, in de ziekenhuizen en radiologieklinieken, gaat onverkort verder. Er is namelijk nog geen aanpassing van de achterhaalde radiologietarieven van 2012. Op 18 mei heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kabinet van de vicepresident, waarbij is aangegeven dat de regering op zoek zal gaan naar een oplossing voor de achterhaalde tarieven van de radiologische zorg. Echter zijn er geen concrete afspraken hierover gemaakt, nog zijn er nadere berichten hieromtrent ontvangen van de regering. Integendeel bestaat de mogelijkheid dat dit actiemodel ingaande 1 juni 2018 ook voor verzekerden van het Staatsziekenfonds zal gelden. De radiologieklinieken hebben op 21 mei een bespreking gehad met de leiding van het SZF. Hierbij is vastgesteld dat een aanpassing van de radiologische tarieven met gemiddeld 111% reëel is. Het SZF zit echter met een financieringsvraagstuk om de radiologietariefsaanpassingen te implementeren. De radiologieklinieken hebben het SZF tot en met 31 mei de ruimte geboden om met een gepaste oplossing te komen. Partijen hebben afgesproken om op 29 mei weer bijeen te komen, waarbij duidelijkheid moet komen in deze aangelegenheid. Over de aanpassing van de radiologietarieven van het SZF per 1 juni 2018. Mochten partijen er niet uitkomen, dan zal helaas het actiemodel van opschorting van de dienstverlening ook voor SZF-verzekerden gelden. Zo benadrukt wordt dat in noodgevallen de acute zorg aan patiënten door de ziekenhuizen en radiologieklinieken gewaarborgd blijft. Aldus melden het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Diakonessenhuis, Sint-Vincentius Ziekenhuis, Slans Hospitaal, Mungra Medisch Centrum en radiologieklinieken Hafait en Hofwijk, Bicesa, Medilab, MRI Centrum in een persbericht.